Pillage of the Sea van Rosa Barba staat in Oostende op het strand eigenlijk van Mariakerke. Het is eigenlijk opgebouwd uit verschillende zandzakken die gemaakt zijn in cement. Er zit een belangrijke betekenis achter het werk, omdat eigenlijk iedere zandzak een stad vertegenwoordigt. En die stad is gepositioneerd op de echte hoogteligging van die stad in de wereld. Het zijn namelijk allemaal steden die ook onderhevig zijn aan de stijgende zeespiegel en waarbij dat de bevolking dreigt te maken te hebben met overstroming. Het werk is zo geplaatst dat de zee speelt met het kunstwerk. Dus bij vloed staat het kunstwerk deels onder water en bij eb kan je heel de toren zien met de 11 zandzakken en de 11 steden. Pillage of the Sea als titel is afkomstig van een gedicht van Emily Dickinson, die verschillende gedichten geschreven heeft over de zee en hetgene dat de zee eigenlijk bij haar losmaakt. Pillage of the Sea, daarin beschrijft ze specifiek hoe dat de zee haar berooft van haar woorden. In deze context speelt de kunstenares een beetje met dat idee. En hierbij berooft de zee ons niet enkel van onze woorden, maar dreigt de zee eigenlijk door de stijgende zeespiegel ook mensen te beroven van hun woonplaats in verschillende plaatsen in de wereld.